zijn de 12 er aangekomen. Sindsdien hebben we ook echt gewoon elke dag, sinds ik hier ben, moeten COVID testen. En je mag ook nergens gaan in Japan, weet je. Ja, dus dat zijn de maatregelen. Natuurlijk gelden ze voor iedereen, maar vind je dat het een impact heeft op jouw, zeg maar, doen en laten, op jouw voorbereiding naar die wedstrijden toe? Nee, absoluut niet. Ik denk dat het is natuurlijk niet ideaal dat we nergens heen mogen gaan. Soms zijn we gewoon de hele middag vrij. En wat we normaal zeggen, bijvoorbeeld in Rio hiervoor of op een ander groot wedstrijdje, misschien naar een restaurant gaan of even wat sightseeing doen om je hoofd van de competitie weg te halen. Dat komt nu weg te vallen. Goed, laten we teruggaan naar de eerste dag, de openingsceremonie. Een beetje sober, zeker als je geen publiek hebt. Maar als vlaggedrager moet het toch wel een gewaarwording zijn. Hoe voelt het aan om uit die tunnel te komen en dan het veld op te komen en die announcer horen zeggen: Next is Suriname? Ja, absoluut een droom. Ik denk dat we er allemaal. Wat we allemaal hier op elke Olympisch atleet hoopt misschien een dagje zijn vlag te mogen dragen. Dus de hoogste eer. Er zijn natuurlijk omstandigheden geweest waar de eer was eigenlijk gereserveerd voor Søren Opti voor de tweede keer door het Olympisch Comité. Maar dat hij niet hier kon zijn natuurlijk. Oké, nu echt naar de wedstrijd. Ten eerste, laat me beginnen. Jij neemt deel op de 50 meter vrije slag. Je doet ook wel eens de 100 meter. Je hebt ervoor gekozen om alleen die 50 te doen. Waarom? Wel, ja, kijk, ik had natuurlijk het voornemen om ook die 100 meter te zwemmen, maar natuurlijk de hele pandemie. Ik moest naar Suriname toe verhuizen. Trainen onder echt niet ideale omstandigheden, Omstandigheden. laten we het zo noemen. En met wat ik had. De middelen die allemaal beschikbaar gesteld waren in Parima, Oase. Goede zwembad, daar heb ik gewoon eigenlijk het beste van kunnen maken. En ik focusde me dan liever op trainen, gewoon voor de 50 meter, dan de 50 en de 100. Het is sowieso moeilijk om in Suriname te trainen op de 100 meter, omdat je daar gewoon ietsje koeler water voor nodig hebt als je langere afstanden gaat trainen. En zoals we allemaal weten, de pools in Suriname, ze zijn heet. Vergeleken met zwembaden in Amerika of anywhere else. Dus de 50 meter is op het moment mijn enige troef. Dus het is altijd ook gewoon mijn sterkste event geweest. Dus het moet een verrassing zijn dat ik alleen de 50 meter zwem. Ja, ik hoop zeker de volgende de 100 meter op te zetten, dus het vooruitstreven. Ja. Oké, nu ben je hier gekomen. Je hebt het trainingskamp achter de rug. En dan heb je met Jas nu na het trainingskamp wel eens getraind hier in Tokio zelf. Hoe zijn die trainingen gegaan? Goed, 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 goed. Kijk, op het moment is het echt gewoon genieten van. Er is niets meer dat we extra kunnen doen. Je gaat niet sneller worden, groter worden binnen een week of 2 weken. Maar het is nu echt de taperfase waarin we zijn. Dat wil zeggen dat je minder hard traint, zodat je lichaam betere kansen heeft tot herstel. Daar zijn we gewoon nu echt mee bezig. En zo goed als mogelijk om mijn lichaam te proberen te zorgen en genieten van het moment.